In februari van dit jaar gingen tal van nieuwe regels in uit het mobiliteitspakket. Regels rond cabotage, detachering, er moest een landcode worden ingevoerd in de tachograaf. En er was een terugkeerplicht voor trucks en ook voor chauffeurs. Wat hebben al die nieuwe regels voor invloed op de dagelijkse gang van zaken in het wegtransport? En hoe zit het met de handhaving? Daar gaan we het vandaag over hebben in deze nieuwe editie van TTM.nl Talk, de live en online talkshow over de Nederlandse transportsector. Live hier vanuit Studio IJsma. Over het mobiliteitspakket dus. En ik heb 4 tafelgasten maar liefst vandaag. Dat zijn Kevin Vierhout van Vallenduc Advocaten. Hier aan mijn rechterhand, voor u thuis links. En hier aan tafel hebben we ook al Mark van der Ham en George Koehorst van de inspectie Leefomgeving en Transport. En nog niet aan tafel, maar die komt straks, Jules Menheere van Vos Transport in Deventer. Mijn naam is Arjan Veldhoven, ik ben hoofdredacteur van TTM.nl en uw presentator voor vanmiddag. Deze talkshow, TTM.nl Talk, is interactief. Ik praat met deze gasten, maar ook u kunt een bijdrage leveren. Dat kan via de chat. Uw opmerkingen die via de chat binnenkomen, ik heb een team van moderatoren achter, die zet dat allemaal hierdoor op mijn iPad. En dan kan ik die meenemen en stellen aan de gasten hier aan tafel. Live vragen stellen kan alleen nu tijdens de live uitzending. Kijkt u deze uitzending later terug of via YouTube, kunt u vanzelfsprekend geen vragen stellen. We zijn dus interactief. Ik heb ook een poll, want ik wil graag weten wat u weet van het Mobility Package. De poll die kunt u als het goed is nu ongeveer zien. En de vraag is, bent u bekend met de nieuwe regels van het Mobility Package? We hebben 3 opties. Ja, ik ben helemaal op de hoogte. Ik weet er wel wat van, maar lang niet alles. En het Mobility Package, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Vult u de poll in? Weten jullie trouwens, een van jullie, waarom het Mobility Package heeft? Wat mobiliteit zit daarin? Wat is de achtergrond? Ja, goeie vraag. Nou ja, goed, het is de Mobility Package natuurlijk. Hè. In Nederland noemen we het mobiliteitspakket. Maar gaat het dan over rijden, mobiel, of over vrij verkeer van... Het zijn regels voor het wegtransport specifiek, ja, hè, okay. op 3 gebieden. Ja, en met name gericht op de werknemers die in het mobiele transport werkzaam zijn. Grensoverschrijdend transport. Dus zorg een beetje dat iedereen mobiel blijft. Daar gaat het eigenlijk over. Ja. Mooie vertaling. Ja. Even kijken, ik heb de uitslag van de poll. 9% zegt ja, ik ben helemaal op de hoogte. 85%, 86% zegt ik weet er wel wat van, maar niet alles. En 4% zegt, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Dus dat is goed nieuws, hè? Dat is wel goed nieuws. daar kunnen we mee verder. Kevin, ik ga als eerste graag met jou in gesprek. Heeft u vragen voor Kevin, zet ze in de chat, dan zie ik het vanzelf. Kevin, even maar eens bij het begin beginnen. Waar is dat Mobility Package nou eigenlijk voor bedoeld? Het is in principe, het hoofddoel van de Mobility Package is om de Europese regels op het gebied van grensoverschrijdend vervoer, wegtransport, maar ook bus, uniform te maken. Mm-hmm. Ook op het gebied qua regels, maar ook op het gebied van handhaving. En dan valt het in grote lijnen uiteen in 3 pijlers. Die betrekking heeft op rijrusttijden en tachografen. Die betrekking hebben op de toegang tot de markt, de vergunningplicht, vestigingseisen. Mm-hmm. En die betrekking heeft op het stukje van de detachering. Ja. Want dat is, het loopt eigenlijk al sinds 2020, hè? Maar begin februari van dit jaar zijn er nieuwe regels bijgekomen. Klopt. Even uit mijn hoofd, juli 2020 is het mobiliteitspakket in werking getreden. Het is dan een verzameling van diverse wetten die worden aangepast in verordeningen of richtlijnen. Verordeningen zijn dan uiteindelijk direct toepasbaar, maar richtlijnen moeten vaak nog wel geïncorporeerd worden in nationale wetgeving, wat dan vaak wel een wat langduriger proces is. De lidstaten hebben allemaal een agenda gekregen voor wanneer het geïncorporeerd moet zijn. Nou, februari was zo'n moment, afgelopen februari. Volgens mij zijn we er nog niet helemaal. Maar goed, die hele aanloop van de Mobility Package loopt al enkele jaren. Natuurlijk, voor mij is dat begonnen, dan kijk ik ook even aan de overkant. Volgens mij, denk ik, 3 jaar daarvoor. Ik denk 2017. 2016, 2017, dat men is begonnen om te kijken om die regels die redelijk versnipperd zijn, de wegtransport, om die uniform te maken. Okay. En de hoofddoel is dan met name tweeledig. Mm-hmm. Is 1, de concurrentie, onderlinge concurrentie van transportbedrijven te verbeteren. Mm-hmm. Dus, en ten tweede om de arbeidsomstandigheden van de chauffeurs te verbeteren. Ja, want ik had het over cabotage, detachering. Kun je uitleggen wat er dan ongeveer veranderd is?
Als we het hebben over cabotage, is het met name de cabotageregels die worden in die zin aangepast dat er nu een zogenaamde cooling down periode van 4 dagen geldt. Mm-hmm. Dat betekent eigenlijk dat aan het einde van de cabotage, en of dat nou na 1, 2 of 3 ritten is, dient een voertuig, mag die pas weer cabotage verrichten na 4 dagen. Je mag vervolgens nog wel internationaal het land inkomen in het kader van internationaal transport, maar caboteren mag dan niet meer. Okay. Dus dat heb, als je het hebt over cabotage. Daarmee samenhangt ook, denk ik, het stukje van het gecombineerde vervoer. Het multimodaal vervoer, wat wel interessante discussie is op het moment. Ja. Als sprake is van intermodaal vervoer en je voldoet aan de voorwaarden, dan kan dat vrijgesteld zijn van de cabotagebeperkingen. In het kader van de mobility package mogen lidstaten daar nu van afwijken in nationale wetgeving. Dus je mogen zeggen, oké, er is sprake van intermodaal vervoer. Maar wij zien dat dan toch als vallen dat toch binnen de cabotageregels. Ja, okay. Zijn ook nog regels met een terugkeerplicht? Wat houdt dat in? Ja, de terugkeerplicht geldt alleen voor voertuigen. Ook niet voor chauffeurs? En dat is een organisatieplicht. Oh, okay. Het wordt vaak nog wel in 1 woord gezegd. Hè. Men zegt terugkeerplicht voor chauffeurs. Mm-hmm. Daaruit zal men kunnen opmaken, een chauffeur moet terug naar het land van herkomst of de vestigingsplaats. Mm-hmm. We hebben het dan vaak wel over internationale chauffeurs natuurlijk, die veelal in Oost-Europa wonen of in West-Europa werken. Maar dat is een organisatieplicht van de werkgever. Die moet er eigenlijk voor zorgen dat de chauffeur na 4 of in geval van 2 keer een verkorte wekelijkse rust, na 3 weken in staat wordt gesteld om terug te keren naar huis of vestigingsplaats. Dat is de keuze van de chauffeur. Ja. Maar het is ook de keuze van de chauffeur dat de chauffeur zegt, nou, ik wil helemaal niet terug. Ik blijf waar ik ben. Ja. Om welke reden dan ook. En daar is op dit moment, zie ik in het internationale handhavingspraktijk, is er veel over te doen. Ja. Veel discussie met buitenlandse inspectiediensten die boetes uitdelen omdat de chauffeur niet terug is gegaan. Mm-hmm. En de vraag is dan, worden de regels wellicht verkeerd toegepast? Okay. Want de chauffeur hoeft niet terug. En die tachograaf, hoe zit het daarmee? Je moet de landcode invoeren? Ja, sinds februari. Nou goed, de tachograaf is ik denk wel 3-4-ledig. De tachograafwetgeving wordt behoorlijk aangepast. Een daarvan is dat de tachograafplicht gaat gelden van onder de 2,5 ton straks. Mm-hmm. Belangrijk ook is dat er in 2025-26 wordt de Smart Tacho 2.0 verplicht. En die heeft dan nieuwe functionaliteit. En ik denk dat het belangrijkste is dat die dan automatisch grensovergangen gaat detecteren. Ja. En die grensovergangen zijn weer nodig bijvoorbeeld voor het toepassen van de cabotageregels en ook de detacheringsregels. Okay. Wat is nou de belangrijkste wijziging, vind jij? Want het is echt best een uitgebreid pakket, maar wat is nou de belangrijkste? Persoonlijk, ik denk toch de detacheringsregels. Mm-hmm. Deels, want we hadden al een detacheringsrichtlijn die, dat is de zaak momenteel van Van den Bos FNV. Ja. In hoeverre is die van toepassing op het transport? Daar heeft 2 weken geleden de Hoge Raad een interessante uitspraak over gedaan. Dus mm-hmm. Ik misschien even te ver in het kader van deze discussie om daar al te ver op in te gaan. Maar er is nu een detacheringsrichtlijn, eigenlijk een specifieke, sectorspecifieke detacheringsrichtlijn voor het transport. En die geeft een aantal regels of een aantal bepalingen wanneer dan een bepaalde vorm van detachering of een bepaald vorm van transport valt onder detachering. Ja. Dat is in het bijzonder dan als er sprake is van cabotage of het zogenaamde derde landenvervoer. Mm-hmm. Nou heb jij ook veel contact met transportbedrijven. Hoe gaan die om met die regels? Zijn die nou makkelijk te implementeren in je bedrijfsvoering? Hoe gaat dat? Die gaat er divers mee om. Mm-hmm. Wat ook vaak soms ermee te maken heeft, dat hangt ook af van het type transportbedrijf, in hoeverre de regels, hoeveel invloed het op ze heeft. Doe je veel multimodaal vervoer of veel cabotagevervoer, doe je veel containervervoer. Mm-hmm. Heb je meerdere vestigingen in het buitenland, in Oost-Europa, heeft dat een hele andere invloed dan bedrijven die vooral bijvoorbeeld veel binnen Nederland rijden of in de Benelux. Ja. In de Benelux is ook cabotage is onbeperkt voor bedrijven daar, Nederlandse, Belgische en bedrijven uit Luxemburg. Ja. Dus dat verschilt ontzettend. Ook een rol speelt natuurlijk nu de Brexit. De UK is uit de EU, dus cabotage daar in multimodaal vervoer is ook gewijzigd. Mm-hmm. Het verschilt per bedrijf in hoeverre men daar het mee te maken krijgt. Wat ik wel zie, is dat bij heel veel bedrijven er heel veel vragen zijn. Ja. En ik vind dat eigenlijk ook wel verontrustend. Enerzijds denk ik, wij zijn dan als adviesbureau, kom maar op. Mm-hmm. Maar het blijft ook voor ons en ook denk ik voor de inspectie lastig om uit te leggen hoe straks
en hoe nu al zaken in de praktijk moeten worden toegepast, uitgelegd, worden gehandhaafd. Ja. Ik mis gewoon nog wat uitvoeringsregels, wat beleidsregels, stukje handhaving. Hoe gaan we daar Europees met z'n allen mee om? Ja. Ik begrijp best dat dat een hele uitdaging kan zijn om heel Europa op een gelijke manier te laten handhaven. Maar ik hoor nu in de praktijk wel heel veel verschillende geluiden uit de markt. Frankrijk controleert op dit moment best wel veel op de terugkeerorganisatieplicht van voertuigen. Zelfs de terugkeerplicht van voertuigen. De organisatieplicht om chauffeurs terug te laten keren. De weekendrust in de cabine, laten we die ook niet vergeten trouwens. Was al eerder in werking getreden, maar is nu in 2020 al duidelijk, dat mag niet meer. Maar goed, ga je dan de discussie aan, oké, stel de chauffeur gaat even terug naar zijn cabine om zijn laptop te pakken. Of hij blijft er even een half uurtje zitten voor een serie. Ja. Wat is het moment dat we zeggen, hij rust in de cabine en ik laat het niet toe? Ja. En dat is heel veel interpretatie momenteel. Okay. Ja. Nou, je noemt net de zaak van der Bos. Heb jij, wat is juridisch gezien de meest eenvoudige nieuwe regel? Welke is het moeilijkste, denk jij? In de zaak van der Bos specifiek? Nee, in het algemeen. Als je nu naar dat hele pakket kijkt, dat je denkt van, nou jongens, als ik daarmee straks voor het hekje moet gaan staan, of nee, je moet zelf niet voor het hekje staan, maar als ik daarmee straks in de rechtbank sta. Nou, ik sta ernaast. Ja, dan sta jij ernaast. En dan denk je, oh jongens, dit wordt een moeilijke zaak. Primair denk ik toch de detacheringsregels, omdat die enerzijds duidelijk zijn, wanneer is dan sprake van detachering, maar dan begint het pas. In mijn optiek heb je straks een lappendeken aan wet en regelgeving en arbeidsvoorwaarden, waar een chauffeur aanspraak op kan maken. En die denkt op een gegeven moment, nou ja, ik ga eens even kijken of ik wel heb betaald gekregen waar ik recht op heb. Ja. En dan wordt het lastig, want dan gaan er ook belastingwetgeving gaat spelen, sociale wetgeving gaat meespelen, beloningsvormen. In sommige landen mag je een hogere netto uitkering doen dan in andere landen. Mm-hmm. Dus dat wordt wel een behoorlijke puzzel, ja. En nou zijn wij hier in Nederland, maar ik neem aan, een wegtransporteur in Roemenië heeft een totaal ander bedrijf. Ja. En al die regels moeten uniform zijn. Kan dat dan wel? Ja, nee. Ik denk dat de mobility package wel echt de hoofdlijnen, de hoofdregels redelijk duidelijk op papier heeft gezegd, hier moeten we aan gaan voldoen. Alleen heel veel van die regels zijn ook richtlijnen en die moeten in nationale wetgeving worden geïncorporeerd. En daar hebben lidstaten wel wat vrijheden. Dus ik denk wel dat er door die vrijheden er toch wel weer verschillende interpretaties zullen ontstaan, verschillende wijzen van handhaving en uitvoering, waardoor het straks je alsnog het doel is uniform te zijn, maar wellicht zitten we straks nog steeds met een soort versnippering. Mm-hmm. Heb jij sinds februari al zaken gehad dat je in de rechtbank was en dat je zei van nou daar zijn deze regels van toepassing? Nog niet in de rechtbank. Wij zijn wel een kantoor die internationaal opereren. Dus wij hebben klanten door heel Europa. Ik hoor wel van veel klanten die bijvoorbeeld wel boetes krijgen buiten de grenzen. Frankrijk, veel België. En dan staan we ze bij of schakelen we derde partijen om hen te helpen. Die veel betrekking hebben op wat ik net al aangaf. Terugkeerplicht van het voertuig. Mm-hmm. Organisatieplicht voor de chauffeur om die terug te laten keren. Dat zie ik wel al veel voorbij komen. In Nederland zie ik dat nog minder, omdat de inspectie, en ik denk dat het beaamd kan worden, nu vooral heel erg inzet op een stukje digitale inspectie. Zien we dat nu meer voorbij komen. Hoe straks het specifieke de mobility package regels zullen worden gehandhaafd. Nou, ik denk dat de heer aan de overkant van de tafel me dat gaaf zijn kunnen uitleggen. Gaan ze ons vertellen? Krijgen onze beurt nog. Ja, jullie krijgen je beurt nog. Ja. Oké. Maar vanuit jouw oogpunt denk je van nou dat zal lastig zijn. Die absolute handhaving. Die uniform handhaving. Elk land het op dezelfde manier handhaaft. En dat is ook logisch, want elk land heeft ook zijn eigen nationale wet en regelgeving. En ook zijn eigen strafbaarheidsstellingen. Als een lidstaat een bepaling uit de mobility package niet strafbaar stelt of niet beboetbaar stelt, wordt het lastiger handhaven natuurlijk. En natuurlijk zijn de Europese regels en zullen ze door Brussel op de vingers worden getikt. Alleen, het duurt allemaal eventjes voordat het uiteindelijk echt op die manier wordt gebracht. Ja. Dankjewel voor dit gesprek tot nu toe. Het is me een beetje duidelijk, maar het is me wel duidelijk dat het heel complex is. Stel nou dat een transportbedrijf nu zit te kijken en denkt van nou, ik snap er eigenlijk net zo weinig van als Arjan. Ik ben maar eerlijk. Kunnen ze dan gewoon bij jou terecht? Kunnen ze je elke dag bellen? Uiteraard. Ik weet niet of ik reclame mag maken. Vallenduk.nl is het, geloof ik. Ja, maar vallenduk.nl zeker. Okay, prima. Dan komen we vast nog wel. Of stel de vraag, hè? Ja, of zometeen. Ja, dat kan ook. Dat gaan we zo doen. Ik heb eerst nog even een poll voordat we overgaan naar de mensen van de ILT.
Die poll die luidt: welke verandering heeft voor u als kijker, voor u als transportbedrijf, de meeste impact? Vier opties heb ik: de tachograafregels, detachering, de vestigingseisen of de regels rond cabotage. Nou, vult u de poll in en dan zien we de resultaten zo verschijnen. Even kijken of er een chatvraag is voor Kevin. Ik heb een vraag van Johan. Zien jullie al een impact van de nieuwe aanpassingen in de EUMP? En ik neem aan dat dat dan staat voor Europees Mobiliteitspakket. Ja. Dat is even een vraag van Johan. Kun je daar antwoord op geven? Of er nu al... Nu al een impact zien van de nieuwe aanpassingen? Ja, zeker. Ontzettend. Toen het maatregelenpakket eigenlijk werd gepubliceerd, bekend was, zijn bedrijven echt wel in beweging gekomen. Hebben ons benaderd om te vragen om advies van... Nou, wij doen het nu zo. We willen compliant zijn aan die wet en regelgeving. Eén, kunnen jullie ons uitleggen wat dat nou precies inhoudt en wat op ons van toepassing is en waar moeten wij ons op gaan focussen? Ja. Wat is op dit moment het belangrijkst? Ja, dan ga je het bedrijf in kaart brengen om te kijken welk type transport doen ze, welke landen rijden ze, hoe zit hun bedrijfsstructuur in elkaar. En aan de hand daarvan kan je bij een bedrijf een soort risico-inventarisatie maken, toegespitst op die mobility package, om te kijken naar deze elementen. Daar moet nu echt de focus liggen om compliant te zijn. Ja. En dan nemen wij inderdaad het bedrijf bij de hand om die te helpen om dat te doen. En dat is wel een verandering, zie ik ook in de markt, is dat door die nieuwe regels, bedrijven, ze willen echt wel compliant zijn en ze willen eraan voldoen. Alleen het is vaak nog te onduidelijk wat het dan voor ze inhoudt. Ja. Dus ja, ik sta wat minder vaak in de rechtbank tegenwoordig, maar wat vaker zit ik aan tafel met de ondernemers om hen te adviseren en bij de hand te nemen. Ja. Dus zodat de heren aan de overkant wellicht minder werk hebben straks. Okay. Dankjewel. Ja. Ik heb de uitslag van de poll. Even kijken, wat was de vraag? Welke verandering heeft voor u de meeste impact? Ik zie, nou, dat is redelijk verdeeld allemaal. Tachograafregels 33%, detachering 38%, de vestigingseisen 13% en de regels rond cabotage 17%. Dus ja, dat is toch, tachograafregels en detachering springt er toch wel bovenuit. Ja. Oké. Okay. Dankjewel Kevin. Ik ga verder met Mark en Sjors van de ILT. Ik pak even mijn vragen voor jullie erbij. Ik weet dat er in februari van dit jaar was er ook een soort webinar, misschien was dat wel van jullie zelf, over het mobility package, weet ik niet zo goed meer. En toen bleek dat de helft van de transportondernemers niet op de hoogte was van de nieuwe regels. Hoe zit dat nu ongeveer? Wie mag ik het woord geven? Ja, ik wil daar wel een reactie op geven. Dat mobility, Kevin die zei het net ook al, hè, van dat zijn regels die op verschillende gebieden worden aangepast, worden bijgesteld. En er is ook tot laat is er nog over onderhandeld. Mm-hmm. Zelfs nog toen de mobility package nogal van kracht was, waren er nog landen die, of lidstaten die protesteerden tegen. Dus die probeerden nog invloed te hebben op de regels. En dat maakt het ook dat de informatievoorziening dus wat misschien wat laat op gang is gekomen. Wat we wel zien is dat het ministerie, TLN en dergelijke, mede door het organiseren van webinars, dus dat ze de regels aan de man proberen te leggen. Mm-hmm. Dat men daar volgens mij toch wel in staat zijn om in korte termijn de regels bij de mensen, de bedrijven bekend te krijgen. Ja. Ja, en wat het misschien aanvullend ook nog wel lastig kan maken voor ondernemers is omdat het gaat stapsgewijs. Hè? Het gaat steeds in fases. En aan de ene kant kun je denken van nou dat is fijn, want dan kan ik me hierop richten en daarna weer daarop richten. Ja. Maar aan de andere kant is het voor een ondernemer misschien ook lastig om in te zeggen, ja, wanneer moet ik wat doen? Ja. Dus dat maakt het ook alweer misschien onoverzichtelijker. Mm-hmm. Waren al die regels ook al, dat was toen ook zo, Nederland werd toen nog op de vingers, dat ik geloof ik, hè, dat niet alle regels al goed geïmplementeerd waren in regels. Is dat inmiddels wel voor elkaar? We hebben dat heet dan infringements vanuit de Brussels die dan komen. Dat lees ik dan wel eens. Dat tillen wij heel zwaar aan. Dus voor zover dat is gebeurd, hangen er ons op dit moment geen infringements boven het hoofd. Oké. Okay. Alleen het lastige is, hè, dat zei ik even ook al, wetgeving eigenlijk vanuit de verordening heeft directe werking. Hè, dus die zijn gewoon, daar moet je aan houden. Alleen zijn er een aantal richtlijnen waar wetgeving uit voortkomt, die in nationale wetgeving nog vormgegeven moet worden. En dat is niet in een paar dagen en ook niet in een paar weken gebeurd. En dat is lastig, hè. Wanneer is dan het moment dat je echt eraan moet voldoen? Mm-hmm. Dus er zijn nog een aantal dingen die nog vastgelegd moeten worden okay, en in de wetgeving. Dat is Nederland dan? Andere landen, hoe zit het daarmee? Hebben jullie daar zicht op?
wat onze signalen zijn of informatie zijn, dat de meeste landen het wel zeg maar verwerkt hebben. Of tenminste dat het bij hun daar wel is ingevoerd. Je merkt wel dat in de verschillende lidstaten ook verschillende focussen worden gelegd. Ja. Je zegt ook, in België zit men zeer op de postbusondernemingen en op de detachering, terwijl bijvoorbeeld in een andere lidstaat daar helemaal minder aandacht voor is. Dus het is een beetje lidstaat afhankelijk van waar de focus op ligt, van op welke regels men zich gaan richten. Ja, dat zie ik ook wel. Ja. Zweden zit heel erg op de cabotage en de uitvoering daarvan en het gecombineerde vervoer. En je ziet dus, wat Mark ook zegt, in de implementatie nationale wetgeving, dat lidstaten niet gelijk lopen. Wat dus zomaar kan betekenen dat als je de grens overgaat, je moet wel dat een regel wel wordt toegepast al en aan de andere kant nog niet. Ja. En dat maakt het denk ik voor de ondernemer op dit moment ontzettend lastig om die focus te leggen van oké, ik wil er wel aan doen, maar welk land, wat zijn de handhavingsregels, wat zijn de uitvoeringsregels, waar moet ik aan voldoen? En ik denk dat het van belangrijk is, ook daarom dit soort sessies, om de bedrijven goed te informeren waar ze aan toe zijn, want dat is wel belangrijk. Ja. Wat ik daar nog wel aan toe wil voegen is van, er zijn bijvoorbeeld ook regels die in Nederland geen problemen opleveren. Die vergunningsgrens is verlaagd van 3500 kilo naar 2500. Mm-hmm. Wij gaan hier moet je in Nederland moet je een vergunning hebben vanaf 500 kilo laadvermogen. Ja. Dus in principe levert dat minder problemen op en heeft het hier minder impact. Maar het zijn wel grote wijzigingen in de vanuit het mobility package. Ja. En als jullie kijken naar de nieuwe regels, jullie zijn handhavers, dus jullie moeten dat ongetwijfeld kunnen zeggen. Welke regels zijn het moeilijkste handhaven en waarom? Ik denk, als ik het mag zeggen, dan zou ik die terugkeerverplichtingen noemen. Kijk, Kevin die verwoordde het net al mooi, hè? Die terugkeerverplichting voor die chauffeur. Dus eigenlijk de ondernemer moet de mogelijkheid bieden om. Dat is voor ons bijna niet langs de weg sowieso niet te controleren. Mm-hmm. Bedrijfsmatig organisatieplicht kunnen we dat natuurlijk wel controleren. Alleen geldt het in ons geval voor de Nederlandse bedrijven. Maar de buitenlandse bedrijven die hier vervoer doen, ja, die kunnen wij op die manier niet op een goede manier aan de controle onderwerpen langs de weg. Oké. Dat is langs de weg, maar ik weet dat jullie ook steeds meer gaan doen aan bedrijfscontroles in plaats van langs de weg controleren. Is dat dan beter te doen met bedrijfscontroles? Wat is er beter te doen met bedrijfscontroles en wat is het beste langs de weg te doen? In principe bij de bedrijfscontroles richten we ons op de Nederlands vervoerders. Hè. Ik bedoel, wij mogen alleen maar binnen Nederland acteren. Langs de weg kun je natuurlijk, staan we voornamelijk voor de verkeersveiligheid. Hè. Acute overtredingen die we doen willen stoppen. Bij bedrijven kijk je meer organisatorisch. Hè. Kijk je terug naar een bepaalde periode wat er dan wel goed of fout is gegaan. Mm-hmm. Maar nogmaals, dat kunnen we dus niet voor die buitenlandse bedrijven doen. We kunnen natuurlijk wel signaleren richting onze buitenlandse inspectiediensten. Ja. Wij zien dit of dat gebeuren bij dat en dat bedrijf. Maar het is uiteindelijk aan de lidstaat zelf om daar naar te handelen. En als je het dan hebt, weer nog hetzelfde? Ja, want er zit een ik hoor een soort van opmerking die tot een eigen verhaal kan geleiden. Wij doen geen minder weginspecties. Wij doen nog steeds, een deel van ons werk doen we met weginspecties, doen we steeds met inspecteurs. Er komt nu ook een uitbreiding aan van een paar inspecteurs erbij. Maar het is niet zo dat we doordat wij digitaal inspecteren of dat we bedrijfsinspecties, bedrijfsmatige inspecties doen, dat we minder op de weg controleren. Mm-hmm. Dus we proberen dus wel en de weg aandacht te geven en de bedrijven. Okay. Aandacht te geven. Ter geruststelling, het is een wettelijke verplichting vanuit de Europese Commissie om een x-aantal chauffeursdagen te controleren. En die is onderverdeeld in zoveel percentage moet je via de weg controleren. En zo'n percentage moet je minimaal via bedrijven controleren. Dus dat weggedeelte, dat blijft. Okay. Dat was er en dat blijft de komende jaren. Maar is dat ook te doen? Want je zegt, er komen weginspecteurs bij. Maar het is bekend dat jullie altijd tekort hadden. Ja, we zijn vaak het sluitstuk hè, van regels. Dus er wordt steeds naar ons gekeken. Zo van, je kan wel regels, maar ze moeten ook nageleefd worden. Mm-hmm. Dus de handhaving. Dus we zijn altijd met te weinig, ook al krijgen we 1000 man erbij. Dus, dus het blijft altijd een afweging zo van wel voldoende toezicht erop op te houden. Maar dat zal niet alleen de handhaving is niet alleen de oplossing. Nee. En wat de geluiden die je natuurlijk hoort vanuit de markt, dat Nederlandse bedrijven het idee hebben in ieder geval, de indruk is er dus wel, je ontkracht hier nu, dat er minder wegcontroles zijn, waardoor ook vooral de Nederlandse bedrijven die worden onderworpen aan bedrijfscontroles, het idee krijgen, wij worden gecontroleerd, maar
heel veel buitenlandse transporteurs, die ontspringen de dans. Dat gevoel heerst wel heel erg. Het verband wordt natuurlijk heel makkelijk gelegd van de IOT gaat meer bedrijfsinspecties doen, dus zullen ze wel minder weginspecties doen, maar dat is dus niet zo. Okay. We gaan vooral meer digitaal inspecteren, waardoor we vooral veel qua schaalvergroting heel veel meer kunnen doen. En het gevolg daarvan kan ook zijn, is dat we zeggen van nou, die Nederlandse markt die hebben we op digitale wijze al goed in beeld gebracht. Hè. De rotte appels proberen we daar natuurlijk uit te halen. Maar dat geeft ook weer lucht om bij de weg, op de weg, jezelf misschien meer te kunnen richten op die buitenlandse vervoerders. Leuk onderwerp ook nog eens, digitale inspecties, maar daar hebben we het vandaag verder niet over. Nee, maar wat wij als ELT wel willen uitdragen is, wij doen zaken risicogericht, selectief en ook precies. Effectief. Dus het is wel... Het staat allemaal niet los van elkaar. Het heeft allemaal met elkaar verband. En we proberen daar onze taak erin zo goed mogelijk waar te maken. Ja. Oké, want inspectie en controles, dat heeft natuurlijk ook... je hebt te maken ook met buitenlandse handhavers. Hoe gaat dat met die uitwisseling van gegevens? Er is een systeem dat heet Eurocontrol Route. Werkt dat helemaal? Maar ik hoor ook IMI en RU. Hoe werkt dat precies allemaal samen en is dat een beetje in de communicatie? Hoe gaat dat met het buitenland? Als je het zo noemt, dat is alles bij elkaar. Want het ene is een systeem, de andere is een organisatie. Oké, ligt me in. Ik denk dat jij wil toelichten over het ECR. Ja, de ECR, Eurocontrol Route, dat is inderdaad een organisatie die zich inzet voor harmonisatie van de regels en de handhaving binnen het wegtransport. Dus zowel voor vrachtwagens als voor bussen. Wat we daarin doen is onderlinge uitwisseling tussen lidstaten. Dus inspecteurs die gaan bij elkaar letterlijk op bezoek om samen gezamenlijk inspecties uit te voeren. Om op die manier van elkaar te leren, contacten op te doen. En wat je ook ziet in de dagelijkse praktijk is dat de inspecteurs elkaar nu heel makkelijk weten te vinden. Mm-hmm. Daarnaast zijn we ook bezig met bijvoorbeeld een Trace 2 project. Dat houdt in dat we eigenlijk het mobiliteitspakket... Set aan regels, die willen we gewoon even helder op papier zetten als Europa, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En ook qua interpretatie van hoe gaan we er nou als lidstaten mee om. En de bedoeling is dat we daar ook allemaal ons aan gaan conformeren als Europese lidstaten zijn. Okay. Het IMI-systeem, daar was wat opstartproblemen mee. Is dat inmiddels voor elkaar? Het IMI-systeem, dat is eigenlijk opgedeeld uit drie modules. Mm-hmm. De ene is detachering, de andere is rijrusttijden en de laatste is toegang tot de markt. Dus dat is de NIWO, de arbeidsinspectie en de IOT voor de rij- en rusttijden. En daarin kunnen we eigenlijk informatie uitwisselen en handhavingsverzoeken aan elkaar doen. Dat systeem staat, werkt en dat wordt op dit moment gebruikt. Ja. En het RU-systeem, want daarmee kon je in het ergste geval je vergunning kwijtraken. Je kon strafpunten krijgen als je goede stevige overtredingen maakte. Werkt dat inmiddels goed? RU hoort niet tot het mobility package, dus dat staat nog... Maar het heeft wel te maken met handhaving. Absoluut heeft dat te maken met handen. En dat zie je ook dus dat Europese regels gewoon ook leiden tot een meer samenhang in de aanpak en het toezicht. RU, dat zijn feiten, dus volgens een lijst die waar je ze ook binnen de EU begaat. En je krijgt daar een onherroepelijke veroordeling, leidt dat toe. Dan leidt dat in Nederland tot strafpunten. En die strafpunten kunnen uiteindelijk leiden tot het intrekken van de vergunning. Ja. Ja, dat systeem valt en staat wel natuurlijk met uiteindelijk een stukje handhaving die dat ook daadwerkelijk... Ja, en dan zie ik in de praktijk wel dat er een aantal landen daar heel erg getrouw mee omgaan. Elke overtreding die onherroepelijk wordt, komt daar dan in. Maar er zijn ook een aantal lidstaten waarvan ik nog nooit een boete voorbij heb zien komen in het RU-systeem. En daar zie je al dat het, en dat is dus het hele issue, is dat die handhaving, die uitvoering van die regels best wel nu al heel scheef beginnen te lopen. En je gaf net al aan... dat Europa daar wel mee bezig is om dat te harmoniseren. Het zal wel goed zijn dat snel gebeurt. Want de doelstelling is eigenlijk gelijkheid. Gelijkheid in beloning, gelijkheid tussen de transportbedrijven. Maar dat valt en staat bij een stukje harmonisatie en handhaving. Ja. En uniforme uitleg van de regels. En zolang dat niet bereikt kan worden... ja, is het persoonlijk, vind ik, voor de transporteur eigenlijk niet te doen... om de keuze te maken, oké, waar moeten we nou voor doen? Wat moeten we? Want al die vragen die wij krijgen... Ja, ik heb ook niet altijd de antwoorden. En dat is best wel frustrerend. Ook voor de transporteur, want die moeten het uiteindelijk doen. Als jullie kijken nu naar de nieuwe regels, wat blijkt dan uit de handhaving? Wat is het makkelijkst te handhaven en wat zijn de moeilijkste regels voor jullie? Of kunnen jullie zeggen van dat is goed te handhaven, dat is niet te handhaven? Kun je dat een beetje aangeven? We hebben allebei afzonderlijke pakketjes, hè? Dus ik denk dat we allebei daar wel een voorbeeld in kunnen geven. Cabotage is voor ons lastig.
Cabotage moet aan de weg moet dat gebeuren. Hè, van, daarbij worden, er moet een administratie worden overlegd. Je hebt die taalverschil met chauffeurs en dergelijke. Administratie moet kloppen. Is vaak puzzelen. Neemt veel tijd. Dus ik vind dat een hele lastige, als je het hebt over regels vanuit... dat was al lastig. Mm-hmm. Is nog steeds lastig. Want je moet natuurlijk nu ook nog een keer controleren of die cooling-off periode of die is nagelegd. Ja. En bij jou, Mark? Nou ja, als het gaat om rijrusttijden, zie je dat de twee wekelijkse verkorte rusttijden die je nu achter elkaar kan maken. Nou, mm-hmm. dat is een regel die in principe gewoon makkelijk implementeerbaar en handhaafbaar is. Ja. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het invoeren van de landcode. Hè, nu zeggen we ook als ILT zijnde, het invoeren van die landcode is niet het doel op zich. Ja. Want het invoeren van de landcode, dat helpt handhavende organisaties ook om beter toe te kunnen zien op cabotage, op detachering en bijvoorbeeld ook rijrusttijden. En eigenlijk wat ik net al zei, die terugkeerverplichtingen, ja, dat zijn lastige items om op toe te zien. Ja. Is dat überhaupt wel te doen? Kan je dat, of is dat überhaupt te handhaven? Of zeg je het als lastig of is het echt niet te doen? Terugkeerplicht voor trailers is bijvoorbeeld al van tafel. Ja. Ja, nou, wij zouden ook eigenlijk niet zien hoe we dat zouden moeten doen. Hè, er is geen enkele regel die vastlegt dat van een oplegger of trailer, dat moet vastgelegd worden waar die op dat moment is. Of dat mm-hmm. er een systeem voor moet zijn. Dus wij zaten er ook een beetje met de handen in het haar van hoe gaan we dat vormgeven. Dus wij zijn ook blij dat die regel in ieder geval, of die interpretatie is... Voor nu. Kijk, als je wilt, er bestaan altijd systemen. Maar dan zoiets van track and trace moeten doen of wat dan ook. Maar je moet het wel controleerbaar maken. En als het dan geen vorm van registratie daar zit, dan is het voor ons is niet te doen. Nee, maar met vrachtwagens kan dat toch wel. Daar zit toch wel GPS op of zo, dat je dat kan controleren. Dus dat in ieder geval tachograaf. Ja. Dus dat is dan toch wel te handhaven. Het trekkende voertuig wel. Dat is wel te handhaven, ja. Ja, absoluut. Okay. Laten we nu even de discussie over het doel van die terugkeerplicht maar even buiten beschouwing. Hè? Nou ja, daar kunnen we het nog heel lang over hebben, maar laten we dat maar even een andere keer doen. Even kijken of ik nog wat vragen heb uit de chat. Ik zie een vraag van Annemarie. Vorig jaar zijn jullie gestart met een proefjaar. Digitaal uitlezen van tachografen, dat was op afstand. Ik heb ook wat gezien dat jullie met apparatuur langs de snelweg stonden. Hoe verloopt dat tot nu toe? Ja, er zijn eigenlijk... Aan de ene kant zijn we inderdaad digitaal zijn we bedrijven aan het inspecteren. Dus mm-hmm. ik hoop niet dat ze dat bedoelt. Want dan moet ik bij Sjors zijn. Ja. Maar we hebben ook dan wel weer. Nee, maar ik heb ook proeven gezien dat jullie echt langs de kant van de weg staan. Ja, dat is de DSSC-apparatuur. Ook dat zit in het mobiliteitspakket dat lidstaten vanaf 2024, volgens mij augustus, verplicht zijn om DSSC in het toezicht te hebben ingebouwd. Om daarop toe te kunnen zien. En wij beschikken nu al over enkele apparatuur waarmee we inderdaad langs de weg kunnen gaan staan. En voor de nieuwe generatie smart tachografen, dat we daar op afstand, dan moet je denken aan 10, 12 meter maximaal, kun je de tachograaf uitlezen op een aantal items. Niet alles. Hè. Dus je ziet bijvoorbeeld niet de rij- en rusttijden van die tachograaf. Maar je ziet bijvoorbeeld wel of er een geldige eiking is geweest, of er een geldige bestuurderskaart in zit. Dus dat kunnen wij meenemen als selectiemiddel langs de weg. Ja, oké. Okay. Goed. Ik dank jullie hartelijk voor jullie tijd en voor alle antwoorden, ook op de chat. Dankjewel voor alle chatvragen die jullie sturen. En dan wil ik nu even vragen of Kevin, jij even op de plek van Sjoel wil gaan zitten en Sjoel hier aan tafel komt. En dan kan ik ondertussen even aandacht vragen voor wat wij doen. Ik doe dan wel niet aan wegtransport, maar we maken wel een heel mooi blad over wegtransport. De nieuwe ttm.nl is uit, nummer 4 van dit jaar. Met onder meer de eerste rit met de nieuwe DAF XD, International Truck of the Year. We hebben ook gereden met de elektrische Volta Zero. En we hebben een prachtige, even kijken waar die is, een prachtige reportage met Ewout van Wijk. Dus ga de nieuwe ttm.nl magazine lezen, nummer 4. Je kan een abonnement nemen, kan bij ons op de website. En dit nummer staat inmiddels ook in de webshop. Dus ik... hoor graag wat jullie ervan vinden. Inmiddels aan tafel, Sjoel, mijn heren van Vos Transport Deventer. Van harte welkom aan tafel. Dankjewel. Ja, we hebben het nu al gehad over de regelgeving, over de handhaving. Nou wil ik echt eventjes naar de praktijk, een praktijkervaring. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag even weten, Sjoel, wat zijn precies de activiteiten van Vos Transport? Wat doe jij en hoe komt het mobiliteitspakket dan bij jouw bedrijf binnen? Wij zijn Vos Transportgroep uit Deventer. Daar ben ik directeur en eigenaar van.
Wij zijn een transportspecialist en vervoeren goederen middels alle beschikbare modaliteiten vanuit Benelux naar Noordwest-Europa en vice versa. Mm-hmm. En dan met die goederen, dan bedoel ik dan van een pallet tot complete ladingen. Oké. Okay. En nou, in het begin, zoals ik eerder zei, was niet elke transporteur op de hoogte van de regels van het Minimum Mobility Package. Was jij dat wel? Nou ja, echt op de hoogte, maar wij van begin af aan zijn wij daar echt heel erg, heel erg serieus mee bezig geweest. En wij laten ons ook om de paar maanden laten ons gewoon als bedrijf doorlichten. Mm-hmm. Om te kijken of dat wij wel compliant zijn. Want wij vinden het ook echt best wel moeilijk om te concluderen dat we compliant zijn. Maar ja, die wil die hebben we wel. En daarom dat we echt expertise in daarom hebben genomen daarvoor. Oké, okay, want is dat dan ook echt nodig? Of zou je het in je eentje gewoon... Ik bedoel, als ik het hier aan tafel... Het duizelt mij. Maar jij hebt dat ook echt nodig om die expertise binnen te halen. Dat kan je niet allemaal zelf doen. Of met iemand binnen jouw bedrijf. Nee, dat kunnen wij... Wij zijn transportspecialisten. Wij zijn geen regelgeving specialisten. En we zijn ook geen specialisten in het uitleggen van de regels. Mm-hmm. Daar moeten we echt in geholpen worden. Mm. We zijn continu bezig om ons zeg maar, op de hoogte te houden en te stellen van wat er allemaal gebeurt. Maar ja, sinds dat ik in transport zit, in het begin ging het langzaam. Maar nou, de laatste 10, 15 jaar wordt er maandelijks wel nieuwe regelgeving bedacht. Dus je moet echt zorgen dat je daar continu bij blijft. Ja. Als we kijken naar de regels nu uit het mobiliteitspakket wat geldt sinds februari, welke regels zijn dan, waar krijg jij het meest mee te maken? Ja, met allemaal waarschijnlijk. Ja, met alle regels te maken. Nee, maar de regel die mij het meeste, zal ik zeggen, ja, maar moet ik even op mijn bewoording letten, maar het meest nutteloos voorkomt, dat is die terugkeerplicht van die vrachtauto's. Dat is absoluut in strijd met alle milieu- en uitstootnormen en discussies die er op dit moment zijn. Mm-hmm. Ja, aan de ene kant gaat er eentje ergens op tafel zitten en die laat bandjes leeglopen en zo. En wij rijden met lege auto's terug naar de landen van herkomst. Dat slaat natuurlijk nergens op. Nee. Kun je dan ook met die hoe komt dat dan tot stand? Wordt er door beleidsmakers of zo met jullie dan overlegd van tevoren? Of wordt dat gewoon op tafel gelegd en je kijkt maar hoe je het uitvoert? Is er ooit iemand bij jou geweest om te vragen van, goh, we willen een terugkeerplicht gaan instellen. Wat vind je ervan? Nee, want ja, als ik dan mening had over had mogen geven, dan was ik daar zeer expliciet in geweest. Ja. Maar ik denk niet dat daar naar mij geluisterd is. En kijk, de doelstelling van het MP voor mij is eigenlijk dat er een gelijk speelveld komt. Ja. En dat gelijke speelveld, dat bereik je in mijn ogen helemaal niet door die auto's op een hele nutteloze manier terug te laten rijden naar de landen van herkomst. Nee. Maar goed, dat is dan ook. Hoe zit dat dan in? Met je planning zit je? Je moet chauffeurs anders instrueren. In welke mate moet je je bedrijfsvoering aanpassen daarop? Nou ja, goed, wij hebben gewoon 12,5 tot 15% meer chauffeurs aan moeten nemen om die auto's terug te kunnen gaan laten sturen. Mm-hmm. En daarnaast moeten we dito meer auto's aanschaffen om hetzelfde volume te kunnen blijven vervoeren als wat we deden. Dus het heeft een gigantische invloed op de capaciteit in de markt. Ja. En uiteindelijk ook op prijzen die worden verhoogd daardoor. Dus klanten, consumenten, iedereen die profiteert hiervan. Of anders gezegd, die heeft een negatieve gevolg hiervan. Ja, wat je zegt, nieuw personeel, lastig te vinden. Ja. Nieuw materieel, kun je aangeven wat je grofweg geïnvesteerd hebt naar aanleiding van de nieuwe regels? Er is op dit moment bijna geen nieuw materieel. Dus uiteindelijk betekent het dat je gewoon minder kunt vervoeren. Wij proberen zoveel mogelijk nieuw materieel wat beschikbaar is aan te komen. Ja, de fabrikanten kunnen op dit moment niet leveren. En de levertijden zoals ze al kunnen leveren, ja, die gaan vaak over het jaar heen. Mm-hmm. Okay. Dus dat is vrij moeilijk. Ja. Je hebt je goed laten voorlichten over de nieuwe regels. Je probeert je er zo goed mogelijk aan te houden. Maar weet je nu zeker dat je altijd volgens de regels handelt in de bedrijfsvoering van je bedrijf nu? Nou ja, daar ga ik in ieder geval wel vanuit. Want ik laat mij door hele deskundige mensen laat ik mij continu adviseren. En we stellen ook constant stellen we bij. Maar om nou 100% te zeggen dat ik
Ja, dat weet ik niet 100% zeker, nee. Maar ik ga er wel vanuit. Oké, maar heb je al controles gehad langs de weg dan wel van je bedrijf dat ze zeiden van... Ja, we hebben wel eens een enkele controle gehad en we hebben ook wel eens een enkele onterechte boete gehad. Maar dat kwam net al ter sprake door Kevin. Ja, er zijn bepaalde landen die het hele verhaal nog niet goed, hoe noem je dat, interpreteren of daar zijn wij het in ieder geval zelf nog niet mee eens. Welke landen zijn dat dan, als ik graag mag? Met name België en Frankrijk. Zo dichtbij? Oh, ik dacht eerder naar het oosten. Ja, sorry dat ik het zeg, maar misschien je zou zeggen van nou, net wat ik zeg, Roemenië of zo, zo'n anders land. Ik wil niks negatiefs zeggen over Roemenië. Maar gewoon in België en Frankrijk, net over de grens en daar gaat het al mis. Ja, daar gaat het in feite al mis. Want ik bedoel, die controleren bijvoorbeeld de chauffeurs die onderweg zijn. En die trekken verkeerde conclusies, wat Kevin net ook al zei. Op een bepaald moment als zij denken van ja, de chauffeur die is hier te kort geweest. Hij heeft niet de mogelijkheid gehad om terug te keren naar zijn thuisland, dus je bent in overtreding. Nee, die chauffeur die is vrij om te kiezen of dat hij hier wil blijven, ja. Gedurende de tijd dat hij niet mag of hoeft te rijden, of naar huis te gaan. En ja, daar kunnen wij kunnen de chauffeur niet eens verplichten. Nee, die kiest daar zelf voor. Vergeet je niet, hè? De transporteurs die komen wel uit Polen en Roemenië en daar vandaan. Maar transport, dat vindt veel in Noordwest-Europa vindt dat plaats. Dus, ja. Op zich is het dan ook wel logisch dat het... het is niet logisch dat er verschillen er zijn, want dat zou niet mogen. Hè? Maar ik noemde het net al focuspunten. Maar dat hier wordt vastgesteld en wordt ondervonden. Dus ik denk dat we daar ook nog wel wat te doen hebben met elkaar. Hè? Ja, zeker. Sjoe, heb je ook al een beetje mazen in de wet? Jullie mogen niet luisteren. Heb je ook een beetje mazen in de wet ontdekt? Of? Nee. Ja. Nee, wij zijn niet... wij zijn er ook helemaal niet mee bezig, moet ik eerlijk zeggen. Wij zijn echt heel erg bezig om compliant te zijn en het opzoeken van grenzen. Nou ja, dat heeft voor ons. We zijn echt heel erg druk met het geven van hele goede service naar onze klanten. Hè. En als het dan over regelgeving gaat, om daar ons helemaal compliant te zijn. We zijn ook heel erg druk met personeel. Hè. Goed personeel te werven en ook goed personeel op te leiden. En er zijn echt heel veel dingen die op dit moment belangrijk zijn, maar niet om... om een klein grijs gebiedje te zoeken, waardoor je uiteindelijk ook achteraf veel meer problemen zou kunnen krijgen dan waar je op zit te wachten. Ja, maar ook niet als ILT zegt van nou, die terugkeerplicht, dat is nu toch wel lastig te handhaven. Denk jij niet van nou... Nou ja, ik bedoel, wij zijn niet bang om bepaalde dingen te zeggen, maar luister eens goed, hè, dit is de regelgeving en we zijn het er niet mee eens. Het wordt verkeerd geïnterpreteerd. Maar in dat geval zullen we wel een faire discussie proberen aan te gaan. Ja. En niet eigen rechter proberen te spelen. En dat is ook wel het verschil wat je eigenlijk in de handhaving zou willen zien. Hè? En dat proberen we binnen Nederland zeker te doen. Dat je dat onderscheid maakt tussen de ondernemer die de kantjes eraf loopt. En echt de mazen van de wet zoekt of daar zelfs ver overheen gaat. Ja. Of een ondernemer die zegt van ik wil het goed doen en ik maak een keer een foutje. Ja. Dat fouten maken we allemaal. En daar... moet je in de handhaving ook op een goede manier mee omgaan. Ja. Ik vind het wel leuk, er komt een vraag binnen via de chat. Die ga ik even in het algemeen stellen. Het moest verzorgen voor een eerlijker speelveld in het internationale wegtransport. Maar als er nou geen harmonisatie is in de handhaving, vraagt Johan. Dankjewel, Johan. Is er geen harmonisatie in de handhaving? Is er dan blijf je toch oneerlijke concurrentie houden? Ja, ik wil er wat over zeggen. Ik ben het daar vooralsnog, ben ik het daar ook echt mee eens. Alleen... Kijk, het beginsel, of het begin is er, om het echt naar een eerlijker speelveld toe te gaan. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel goed aan het mobility package. En dat daar een heel aantal dingen zijn die nog niet helemaal goed zijn of nog niet helemaal goed duidelijk zijn. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens, maar... Ja, je moet wel je best doen om uit te zoeken hoe dat zit. Ik bedoel, als je kijkt naar het loon wat je moet betalen aan chauffeurs, ja, dat is echt heel erg moeilijk op dit moment. Daar zijn heel veel vraagtekens bij ons ook van ja, hoe gaan we dat nou doen? Hoe moeten we dat nou doen? Ik heb geen loonpakket en niemand heeft een loonpakket op dit moment. Die kan zeggen, oké, ik heb een rit van Nederland naar Zweden en in Nederland moet ik Nederlands loon betalen. Tussen Duitsland en Zweden mag ik het loon betalen van de auto van het land van herkomst. En in Zweden moet ik het Zweedse loon betalen. Dat loonpakket is er niet. Nee.
En er is ook nog niemand die nou heeft gezegd tegen mij van nou, dit loon moet jij gaan hanteren. Nou, daar zijn we heel erg mee bezig. En iedereen is daar eigenlijk mee bezig. Maar het speelveld, het gelijke speelveld. Je ziet dat die beweging, nou, dat vind ik goed. Mm-hmm. Hè? We hebben het niet over die terugkeerplicht, want dat vind ik waardeloos, dat zei ik al. Maar die beweging, die is er wel. Ja, oké, duidelijk. Dankjewel, Jules en ook de andere tafelgasten voor nu. Misschien dat ik zo nog even bij je terugkom. Ik heb wel even een poll voor u als kijker. En die poll luidt, ik ga mij helemaal aan de regels van het Mobility Package houden. Wat ik eigenlijk ook al aan Jules vroeg. Ik heb 4 opties. Ja, natuurlijk ga ik dat doen, want regels zijn regels. Nou, alleen als het past binnen mijn bedrijfsvoering. De derde optie is, ik kijk hoe het gaat en ik accepteer een eventuele boete. En de vierde optie is, sorry, wel nee, die handhaving stelt helemaal niks voor. Ik zal erbij zetten dat de ILT de antwoorden niet krijgt. Nee, ik ga ze hier toch echt wel voorlezen. We wachten eventjes zo op de uitslag van de poll. Wil een van jullie nog iets zeggen aan aanleiding van wat we nu hebben besproken? Of zeggen jullie van, we hebben allemaal gezegd wat we gezegd willen hebben? Nou ja, ik wil wel zeggen van wat Jules net ook aangeeft, van we zijn er niet. Maar we maken wel stappen om tot een eerlijkere markt te komen. Mm-hmm. Hè, dus daarbij zijn nieuwe regels. Daar moeten we ons eens op instellen. We moeten ook kijken wat om ons heen gebeurt. Ja. En ik sluit ook niet uit dat we in de toekomst het misschien wel weer moeten bijstellen. Maar dat we stappen maken de goede kant op en dat die markt eerlijker wordt. Ik denk dat we... Nou, wij zijn er sowieso een voorstander van om... want dat kunnen wij de buitenranden bewaken. En dan kan de vervoerder die kan zijn werk doen in de markt waarin het in opereert. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Ik kijk even naar de uitslag van de poll. Ik ga hem ook gewoon aan jullie voorlezen. 79% zegt ja, natuurlijk, regels zijn regels. Even kijken, 11% zegt het past alleen als het past binnen bij een bedrijfsvoering. 5% zegt van nou, kijk hoe het gaat, accepteer een boete. En ook 5% zegt wel nee, die handhaving stelt niks voor. Wie die laatste mening heeft, dat zullen we niet doorgeven hier aan de ILT. Echt waar, dat doen we niet. We zijn bijna aan het einde van deze TTM.nl talk. Maar wat we nog wel hebben is natuurlijk actualiteiten. Want TTM.nl zit altijd bovenop het nieuws. Ik heb 3 nieuwsberichten voor jullie. Die zijn ongeveer live nu op de site. En ik ga ze even voorlezen, want het is echt hot nieuws. Dus ik heb die berichten nog niet uit mijn hoofd geleerd. Dan gaan we. 1 op de 5 Nederlandse bedrijven is naar eigen zeggen niet goed voorbereid op een ransomware aanval. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek onder IT-professionals in opdracht van cyberbeveiliger Mimecast. Van alle onderzochte landen scoort Nederland veruit het slechtste. 22% van de Nederlandse IT-professionals geeft aan dat hun organisatie niet of nauwelijks voorbereid is op een ransomware aanval. En dat is zeker voor de transportsector, die zwaar afhankelijk is van IT-systemen. Lijkt mij dat zorgwekkend. Het tweede nieuwsbericht gaat over elektrificatie. Want Europa gaat druk zetten op de lidstaten dat ze meer werk maken van de uitrol van tank- en laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen, elektriciteit en waterstof. De aanwezigheid van deze infrastructuur is een cruciale randvoorwaarde voor de transportsector om over te kunnen stappen op andere vormen van brandstoffen en aandrijving. Het Europees Parlement heeft onlangs ingesteld met een voorstel en Transport en Logistiek Nederland laat weten dat ze positief zijn over het voorstel. En de uitrol van laadinfrastructuur in Nederland staat nog wel de nodige uitdagingen te wachten in verband met de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Jules, heb jij al elektrische vrachtwagens? Wij zijn bezig om 2 waterstofauto's te bouwen. Te bouwen zelf? Ja, samen met partners, ja. Kijk eens aan, interessant. Het nieuws komt gewoon naar je toe terwijl we hier aan tafel zitten. Fantastisch. Dat bericht trouwens is ook een mooi bruggetje naar het derde nieuwsitem. Want op donderdag 8 december is er weer een nieuwe TTM.nl talk. En die gaan we helemaal houden over de overstap naar een elektrische truck. Maar ook over hoe het zit met laadinfrastructuur en de capaciteit van het stroomnetwerk. En er komt nu ongeveer een berichtje in beeld om je op de hoogte te laten houden van die TTM.nl talk. Dan zet het ook vast in de agenda 8 december. Daarmee zijn we aan het einde van deze editie van TTM.nl talk. Hartelijk dank voor het kijken en Kevin,
Mark, Sjors en Jules, hartelijk dank dat jullie deze keer tafelgasten wilden zijn. U ook natuurlijk dank voor het kijken. Wilt u deze ttm.nl talk nog een keer terugkijken? Dan kan dat via de terugkijklink die u straks in de mail krijgt. En u krijgt ook in de mail een enquête. Laat vooral weten wat u van deze uitzending vond. En dan kunnen we de volgende keer nog een betere ttm.nl talk maken. Graag hartelijk dank voor het kijken. Graag tot een volgende keer. En dat is dus op 8 december bij de volgende ttm.nl talk. Tot dan.